tegels die hier in de vloer lagen, de tapijttegels. Hier zijn ook de meeste badkamermaterialen inmiddels weg. Misschien wel leuk om te weten, sommige mensen vroegen mij waarom gaan jullie verhuizen? Nou, in Neer, onze huidige locatie, zijn we een beetje uit ons jasje aan het groeien. We hebben heel veel spullen ingekocht en op dit moment zit het magazijn daar best wel goed vol. En om verder te kunnen groeien en om de winkel wat mooier te kunnen etaleren, hebben we nu dit pand gekocht, zodat we hier eigenlijk een nog veel mooiere, omdat we hier een veel mooiere ruimte hebben om een winkel te maken en om nog meer circusspullen op te slaan. Dus dat is wel tof. Kom even mee deze kant. Ja, de vloer die is er dus uit en hier dit stuk vloer hebben we beschermd met stukloper, heet dat. Dus papier wat over de vloer ligt. En als we dan toch in deze ruimte zijn, de vorige keer stonden hier nog tegelkasten. Die tegelkasten zijn inmiddels weg. Maar misschien wel grappig om te laten zien hier bovenin. Dat is een soort kunstwerk. En dit kunstwerk dat is gemaakt, of is, heeft de vorige eigenaar van dit gebouw laten maken. En hij vertelde mij dat als je goed in het kunstwerk kijkt, dan zie je daar iets in. En ik ben heel benieuwd of jullie kunnen zien wat hij hier heeft willen uitbeelden. En ik ga een tip erbij geven. Als je heel goed naar de tekening kijkt die je hierboven ziet. En er mist nog één iets op en dat zie je hier. En ik zal in de volgende video, of in de video daarna, want in de volgende video ga ik je denk laten zien hoe we hier echt aan het breken zijn en hoe alle tegeltjes van de muur komen. Maar ik ga je laten zien, ga ik je vertellen in een andere video, wat het kunstwerk precies betekent en wat het inhoudt. In ieder geval gaan wij hem laten zitten, maar we gaan hem wel in een circusjasje steken, waardoor dat hij helemaal past in een circuswinkel. Dus dat over het kunstwerk. En misschien ook wel leuk om eventjes te laten zien hoe deze ruimte eruit ziet. Daar hebben jullie de vorige keer ook een klein kijkje gekregen. En inmiddels is hier een wandje eruit. Het plafond is eruit. Veel tegels zijn al van de vloer. En het volgende wat kan gebeuren is ook al die zijwandjes. Dus in de volgende video hoop ik jullie te kunnen laten zien hoe dat dit wordt omgetoverd tot echt een strakke ruimte. En de laatste plafonds nog eruit. Dus in de volgende video veel breekwerk. En hopelijk vond je het leuk om deze te zien. Mocht je nou vragen hebben over de verbouwing, stel die dan ook even in de opmerkingen. Dan ga ik het proberen te beantwoorden. En leuk dat je hebt gekeken en tot de volgende video.